had ik nodig, gewoon door toch. Ja! Dames en heren, het is weer tijd voor de beste games van 2018 op nuspelen.nl. We gaan weer spelletjes spelen met van die hele kleine muzieksamples van 10 seconden die achter elkaar gaan herhalen waar we hartstikke blij van worden, maar niet heus. We gaan ermee beginnen. En dit is toch wel een spel die ik ga starten. En wauw jongens en meisjes, dat is toch wel echt het epische onder het epische. Dit spel is zoveel uitgemolken op het internet in de loop van de jaren met verschillende varianten. En dit is een soort van Lego variant zoals je ziet. En eigenlijk is de bedoeling heel simpel, een balletje. En dat balletje moet een blokje raken. En soms heb je ook van die hele stevige blokjes, hè. Maar het moeilijke van het spel is vaak dat het balletje ook wat sneller gaat. Waardoor het steeds moeilijker is om dat balletje te raken op je blokje. Nou, wij hebben tegenwoordig ook wel andere varianten dat je bijvoorbeeld ook power-ups krijgt. Zoals nu ook in deze variant. En af en toe als je die oppakt, dan gebeurt er wat. En in dit geval wordt een balkje kleiner. Zodat het nog moeilijker is. Nou, heerlijke power-up. Deze is volgens mij wel goed. Die moet ik wel gaan raken. Want nu is het een vuurkogel, waardoor die echt dwars door alle blokjes heen gaat. En dat is alleen maar positief. Welke moet ik nog halen? Oh, yes! Kijk eens even. Met schietfunctie. Wauw! Dat gaat lekker. Ik heb er ook een magneet. En nou, we hebben het level al voltooid. Eigenlijk door die speciale power-ups. Nou, dit is de bedoeling om hem een beetje in het midden te krijgen. Als dat lukt. Kijk, dat willen we. Ik weet niet hoe ik dat kan kapotmaken. Maar ik denk door die power-ups dat we dat misschien wel kapot kunnen schieten. Ook niet. Nou, dan is het gewoon voor glas. En dat telt dat eigenlijk niet mee als een blokje. Zo. Kijk eens even. Nou, kijk, dit is natuurlijk wel heel makkelijk, hè. Want nu heb ik hem al bijna gehaald. Huppakee. Zo doen we dat. Zo doen we dat. Wie is de pro in deze blokjes? Ik wil gewoon niet meer verder spelen. Ik heb alweer genoeg laten zien. Kom, we gaan even een remake maken van een bekend personage. En noemen we het Indiara. Oh ja. Oh ja. Ik weet al precies hoe dit zit. De rollende steen en wij moeten diamantjes gaan verzamelen. En dan moeten we uitkijken voor van die boxjes. Er staat een uitroepteken op, dus ik denk niet dat je daardoor geraakt mag worden. Maar ze exploderen niet. Ik weet niet wat er gebeurt als ik er tegenaan kom. Oh, ja, oké. Okay. Dan ga je dus een stukje dichter bij de rots komen. En dat willen we niet, dus we moeten het maar een beetje ontwijken. En in principe is het vrij simpel. Met de muis kunnen we klikken en dan springen we. Hoe harder je klikt en hoe langer je hem vasthoudt, hoe hoger we springen natuurlijk, uiteraard. We pakken de muntjes op. Of kristalletjes. Oh, gaan we dit halen? Oh. En dat is een soort van houten plank. En ik denk dat die daar doorheen gaat vallen. Ja, kijk eens. Het eerste level gehaald. Nou ben ik toch wel benieuwd nu we het eerste level hebben gehaald. Met, zeg maar met 50 diamanten. Voor mij ook de maximale die ik kan halen. Ik zie wel dat het nu in één keer schuin loopt. Heel gaaf. Gaat die steen nu harder rollen? Ook niet. Die dozen worden in één keer groter. Dat is dus veranderd. Oh jee. En ik denk namelijk dat als je wordt geraakt. Oh. Dat was niet slim. Ik denk als je geraakt wordt door die grote krat, dat je dan echt gewoon bijna dood bent. Dat denk ik wel. Ik moet jullie eerlijk zeggen dat dit best nog wel een vermakelijk spel is. Het zit misschien wat eenvoudig in elkaar, maar ik vind het toch wel best wel leuk. Ja, heel stom eigenlijk. Dat we allemaal van die hele mooie grafische spelletjes spelen. En we zijn heel kritisch op alles, maar dat ik me gewoon kan vermaken in de middag opnieuw spelen is natuurlijk wel geschiedenis. We gaan door met een ander spel. Color Shape. Ik weet niet wat voor spel dit is en wat je moet doen. Maar daarom is het wel verrassend om gewoon dat te proberen natuurlijk. Oh, wacht eens even. Je moet gaan klikken, denk ik. Op het juiste moment. En dan moet je hem. Wacht, ja, kijk. Hoppakee. Oh, heel fijn dit. Heel fijn. Ja, ik ken deze spelletjes al. Dan worden we een ander. Oh, nee. Ach, joh. Blijven klikken. Oh, jammer dit. Oh. Ja, kom op. Yes, ja. Oh, het wordt steeds kleiner, dat dacht ik al. Wow, hoe moet je dit gaan doen? Oh, je moet daartussen komen. Dat is wel heel bijzonder. Ach, ik heb er nou al geen zin meer in. Het ziet er schattig uit, maar of het schattig is, is natuurlijk wel de vraag. Rolling Panda. Ik moet dus schijnbaar naar boven zien te komen. En als ik inderdaad in zo'n voegje kom, dan is het gewoon game over. Nou ja, probeer zo snel mogelijk hoog te komen. Hoppakee. En vooral die grote stukken is het natuurlijk ideaal om je daaraan vast te klemmen, zeg maar. Als panda zijnde. Ach, jammer dit.
Wel heel simpel spelletje. Maar ja, wat verwacht je op nuspelen.nl? Nee, dit gaan we niet weer doen. Vorige keer heb ik ervan geleerd. Oké, we doen het gewoon nog een keer. Het is zo slecht dat we het gewoon moeten doen. Ik heb nu al het gevoel dat ik een wereldrecord heb gezet. Althans, een wereldrecord als ik moet gaan spelen, zeg maar. Nou, op zich gaat het wel aardig. Ik bedoel, ik heb al bijna al die zoetickets. Wauw. Oké, het gaat nog beter dan ik dacht. Misschien moet je gewoon, is het een kwestie van oefenen. Of ze hebben het spel inmiddels al helemaal aangepast. Omdat ze de video van mij hebben gezien. Het gaat echt wel heel goed. Moet je kijken joh. Heerlijk. Oh, en ik heb alle zoetickets. Nou, we gaan naar de volgende ronde hoor, dames en heren. Hoppakee. Ik heb nog 2 van die zoetickets. Laten we die even proberen te halen. Oh, nou, dit gaat niet worden. Zo, nu wel. Oké, dat was heel triest. Nog maar 1 bal over. Kijken wat er gaat gebeuren. Dus als die in die nelpaard komt... Dan ben je eigenlijk een soort van de klos. Ja, ik heb alle zoetickets. Oh nee, nog eentje. Nog eentje. Dat had ik nodig. Is het wat ik denk dat het is? Dat je moet raden waar het balletje is in de beker. Dat zou heel droog en leuk zijn. Level 1. Laat maar komen. Er komt een balletje. En die valt dus niet in de emmer. Dan denk ik dat ik een hulpmiddel moet gebruiken. Om dus, zeg maar... Wacht even. Als ik dit nou eens hier doe. En we doen dan klikken. Er komt dan een balletje uit. En als het goed is... Gaat dat balletje dan gewoon lekker in de emmer? Ik vind de stijl wel heel erg leuk, want het is eigenlijk gewoon een soort van getekend. Het is natuurlijk gewoon een soort van, ja, hoe zeg je dat? Het is een beetje logisch nadenken natuurlijk. Dus stel je voor, we doen dit eens eventjes. Zo. Dan zou die, als het goed is, op de juiste plek moeten komen. Dat hopen we dan. En yeah! Het lijkt net alsof er een bal van een suikerklontje in het bekertje met koffie... Moet vallen, zeg maar. Ik ben benieuwd of hij dit allemaal gaat halen, want... Oh jee. Gaat hij genoeg snelheid krijgen? Ja. Daar komt hij. Nog meer snelheid. En... Yo! Lekker. Ik vind het nog ook gewoon vermakelijk of zo. Ik ben benieuwd of hij dit gaat halen. Ik heb hier een blokje neergezet. Nou, hier is het volgende blokje. Dan 2 van die schuine paarse dingetjes. En dan... Oh, dit ging lekker. Het voelt zo goed dat ik nog geen 1 keer ben gefaald. Heerlijk. Oké, gaat hij dit halen? Ik ben erg benieuwd. Je moet ook maar dingen... Wat gebeurt daar nou? Oké, dat was heel raar. Zag je dat? Er kwam iets zwarts in 1 keer in beeld. Nou, ik denk dat hij zo schuin moet. Dan rolt hij zeg maar verder hier. Dan moet hij natuurlijk... Gaat hij hierop komen, maar ik weet niet of hij dat gaat halen. Dus sowieso hier eentje. En dan doen we gewoon voor de zekerheid even daar eentje. Nou, dan moet hij dat wel halen, denk ik. Dat hoop ik. Dan gaat hij eerst de puntenslijper. Dan gaat hij naar de volgende. En dan gaat er alsjeblieft niet af. Oh, jongens. Dit moet je daar neerzetten. Let maar op, kijk. Dan lukt het gewoon wel. Ik klik daar op dat groene Mario buisje. Het balletje komt. En wordt als het goed is... Oh, wacht eens even. Ik had daar geen blokje gezet. Ik heb hem toch gehaald. Als we het nou zo doen, gaat hij het dan halen? Ik denk natuurlijk niet. Hij heeft geen vaart om... Nou. Even afwachten. Ik heb wel een soort van een hoop hierop. Daar gaat hij nu iets meer vaart. Dus hij heeft iets meer snelheid. Maar ik denk dat hij dadelijk genoeg snelheid krijgt. Dat hij hier tegen de potlood aankomt. Of niet? Oh. Ja! Je kan goed zijn in spelletjes. Maar je kan ook een beetje te goed zijn in spelletjes. Magic Cup. En ik dacht eerst dat Magic Cup... Kijk, dit wil ik. Dit wil ik sowieso. Level 1. En balletje. Oh jee. Dat moeten we gaan volgen natuurlijk, hè. Waar zal die zitten? Het is toch moeilijk, dames en heren. Ik hou mijn muis er ook echt niet op. Nou, in het midden zit hij. Maar ik weet zeker dat het steeds moeilijker wordt. Het gaat natuurlijk steeds sneller en zo. En wij gaan proberen om zo ver mogelijk te komen. Althans, dat ga ik natuurlijk wel weer mijn best voor doen. Soort van. Daar zit hij. En je blijft gefocust op het juiste bekertje. Het maakt niet uit hoe hard hij gaat of hoe gek hij ook doet. Ik denk dat er later ook meer pionnetjes bij komen, weet je wel. Dan wordt het alsnog gewoon een stuk moeilijker. Want dit zijn er nog maar 3. Oh. Dat is steeds sneller. Ik had gehoopt dat het wel moeilijker werd met meer van die bekertjes. Maar het is eigenlijk gewoon dat het super snel gaat. En dan ben ik eigenlijk wel een soort van benieuwd hoe ver ik kan komen. Want ik ben er bij level 15. En volgens mij gaat het nog wel even door zo op deze manier. Nu moet ik gaan gokken. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Het ging zo snel. Ik denk... Die? Oh. Oké. Oh my god, het gaat te snel. Het gaat echt te snel. Ik denk het midden.
Oké, dit is echt heel cool. Dat was geen gokje trouwens. Ik ben weer kwijt. Was deze net? Ik zie het niet meer. Het gaat echt te snel. Het gaat echt te snel. Nee. Ik weet het niet. Ik gok maar wat. Nee, ja, het was echt een gok. Misschien hieronder, ja, oké. Het was best wel goed. Ik ga hem delen op Twitter. Ik ben er echt blij mee. Oké, ik ga hem tweeten. Het laatste spelletje wat ik vandaag ga spelen is Connect My Factory. Of Connect Me Factory. Tap and drag to connect all links. Oké, ik moet ze slepen en dan kan ik ze linken met elkaar. Ik denk dat het een beetje een soort domino moet zijn. Dus deze wordt daarmee verbonden. Of niet? Nee, wacht even. Deze gaat verbonden worden met deze. Die met die en die met die. Oh, hey. Dat is cool. Dus je moet eigenlijk hier in de hoek beginnen. Want hier zit niks aan de zijkant. Dus die komt automatisch aan de zijkant. En dan gewoon dit zo. Oh, wel leuk dit. Wat hebben we nog meer? Oh, we kunnen ook rotaten. We kunnen draaien ermee. Dus stel je voor, deze doen we... Oh, die blijven gewoon vaststaan dus. Zo, en klaar. Ja, wacht even. Yes, oké, dat ging lekker. Drag to move en tap to rotate. Dus de roze blokken kan ik dus ook draaien, maar die kan ik ook verplaatsen. Dus deze doen we dan in de hoek. En deze doen we dan gewoon lekker zo. En ik denk dat er dadelijk een combi komt van allerlei van die blokken natuurlijk. Dus deze kunnen we gewoon omdraaien. Zo, dat ging snel. Deze ook. Die kunnen we niet omdraaien helaas. Dus die moeten we dan zo verbinden. Die komt in de hoek. Die komt daar en die komt daar. Juist. Die komt daar. Deze komt... Wacht even, deze gaat naar onder. Die komt daar. Deze komt boven. Die komt zo. En die komt zo. En dan... Duppakee. Ik meen het serieus. Dit is echt ook weer vermakelijk. Geloof het of niet, maar die spellen kunnen best leuk zijn. Want je moet er ook nog bij nadenken ook. Nou, hoe vind je dat? Zo. Level 13. Kijk, nu wordt hij in één keer een stuk pittiger. Althans, wacht even. Deze kan niet verbonden worden met die, dus die moet ik draaien en zo. Deze gaat daar en deze gaat daar. Nou, er zijn heel veel levels en het wordt ook steeds moeilijker. Maar ik vind het wel weer leuk vandaag. We gaan stoppen. Heb je nou zoiets van, ik vond het best wel heel leuk om te zien en ik wil meer van die spelletjes zien? Laat het weten in de comments en dan maken we gewoon nog een aflevering van nuspelen.nl. En wie weet, tot de volgende keer. Doei doeg!